Wat hier gelukt is op Pampus, dat willen we eigenlijk op alle eilanden van het Nederlandse Koninkrijk. Namelijk zorgen dat een eiland helemaal zelfvoorzienend is. Welkom bij Nederland gaat voor groen. In het hele land gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. Daarom gaan we in deze serie op bezoek bij duurzame initiatieven in heel Nederland. Ja, we zijn op Fort Eiland Pampus. Dat is een eiland onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het is een kunstmatig eiland, dus het is door mensenhanden ongeveer een eeuw geleden gemaakt. Met een zonnepark dat hier achter mij ligt, twee kleine windmolens, maar ook hier onder de grond productie van waterstof en groen gas, kan dit eiland het hele jaar rond voor zijn eigen energie voorzien. Het is uniek omdat de combinatie van technieken die we hier gebruiken eigenlijk nog nooit op die manier samen is gebruikt als een integraal energiesysteem. Dus dat is een enorm interessante testcase ook voor andere plekken waar ze zelf in hun energie moeten voorzien. En het is eigenlijk ook uniek omdat we het in deze historische setting hebben kunnen inpassen in UNESCO Werelderfgoed en ook nog eens in een Natura 2000 gebied. Het eiland is een eeuw geleden als een zelfvoorzienend eiland gemaakt, dus dat geen kabels en leidingen naar de wal. Wij exploiteren het eigenlijk als een erfgoedlocatie waar we de historie vertellen. En dat moeten we nog steeds zelfvoorzienend doen. Vroeger was dat met een kolencentrale een eeuw geleden. Wij deden het afgelopen jaren met aggregaten. Dat willen we natuurlijk niet meer, want we willen een duurzame toekomst zonder fossiele uitstoot. En daarom hebben we jaren gewerkt om dat duurzame energiesysteem met alleen maar fossielvrije technieken te realiseren. Wat super bijzonder is, is dat we het hier niet alleen, maar met meer dan 40 partners, partijen, instellingen, overheden, start-ups voor elkaar hebben gekregen. En zonder al die partijen was het nooit gelukt. En ik denk dat ook dat interessant is. Hè. Willen we dit overal gaan doen, dan moeten we heel erg samenwerken en elkaar vinden.